Godverdomme. Oh. Titi. Ah, je bent live. Ik ben live, zeker. Monster Queen de la sable exemplaar. Ik heb in totaal iets van 300 rondjes gereden. Hoeveel? 300 ongeveer. Je bent gek, hè? Ja, ik weet het. Ik wist nou wel F1 2020 Bahrein. Nee, ik zeg het verkeerd, ik bedoelde Azerbaijan. Dat had ik ook zoveel rondjes gereden ofzo. Ik had niks anders te doen, dus ik dacht, ik ga gewoon die race rijden. Er liggen home class croissants, wil je een van mij meenemen? En ook een van mij. Rip. Rip home class croissantje. Ja! Die beweegt weer automatisch. Hé, hey, de auto maakt bijna dezelfde kleur. Ah, oh, dit, maar die kleur van die is wel lijf. Haar of hem, wat dan ook. Ik kan me mijn wife doet ook mee schrijven. Ik ben er bijna, jongens, één momentje. Die weg, die weg, die weg. En dan is het Vulma. Ja, komen de venners er ook. Common FN, die had dus 52.3 en ik had dus 52.5, dus dat is Vulma, 5 troon. Klein verschil. Circuit. Ik ook even passive mode. De la sable. Sable. Kan jij daar ook aan meedoen aan dat gekke aan dat event van hoe heet die nog eens weer? Van Manu? Weet ik niet. Zo, dan de bot koppelen. Oei, oei. Gaat die lekker me toeteren, hoor. Oei, oei. Ik ga even, hetzelfde doen, maar ik altijd open, even een effort sturen. Even een beetje reactie. Oh. Sorry. Ik ga even, Hey, prank. Hey, Amber. Laat me even bij die rondjes gaan rijden. Even te moeten sturen. Zo, waarom heb ik opeens een wapen in mijn klauwen? Nou, die hele vriendenlijst is nog steeds geglitcht. Ik vind mijn auto nu echt wel ziek. Dus ik heb eigenlijk nog... Mijn wielen hebben dus eigenlijk gematcht met mijn livery, ja. Met mijn witte strepen. Nu vind ik wel ziek. Die meter kost op de muur, die kunt ook wel blijven. Wat is er met mijn auto? Ja, dat is Tim zijn schuld. Daarom zei ik het zelf even weg. Ik heb niet extra gedaan. En omdat ik zo goed ben opgevoed, heb ik Mexicus Salar aangeboden. Goed genederlands. Oh, oh! Daarom heb ik ook kader. Ah. Je hebt een party invite. Je kan de party in. Hi Dian. Ik heb VWO. Ja, maar jij bent slim. Ik heb je toegevoegd. In de groep. Oh! Yes. Voor mij is het helemaal dood los. Prank. Hallo. Hallo. Hi. Hoi Tim en Damion. Hallo Dani. Zegt iedereen Dani. Mijn naam zo ja. Ja, Dani. Dani, ik heb al veel te lang met jou gegamed. Ja, ik weet het. Nee, je heet voortaan Danies.
Ja. Mag ik een invite voor jullie sessie of zo? Mm-hmm. Gaan we straks racen? 45 minuten lang, ja. 45 minuten. In dezelfde auto. Dankjewel, Demi. Dani. Dani. Nee, het is gewoon Demi. Is het. Hey, Flexie. Maar die deed ook mee met rennen oefenen toen ik met camera fan was. Hallo Hammerhead. Hi Keizerin. Komt de rescue nog? Doet ik nog mee? Of, Weet ik niet. Denk het niet. Oh ja, wacht. Op welke account Flux? Ik zit vast. Oh. Mm. Ik zei, oh ja, ik ben, oh ja, ik heb beloofd dat ik ging streamen. Ja, godverdomme, ik ga wel even streamen. Silence. Maar ik had... Hey, Gangsteend. Weer lief, er is gestart. Ja. Kijk, hoe lang is het ook? Wauw. Eerst doe ik dit keer niet 5 over. Nu is het 5 voor. Ik ga even snel naar wc. Tot zo. Hey, Flex. Oh. Dat is lang geleden. Zeker lang geleden. Maar klinkt ook zo zachtjes. Dat je heel zacht klinkt. Welkom bij ASMR Flux. Ja. Hij heeft stiekem een doos aan het oormicrofoon. Waarbij die beide. Waarbij die. De beide oren kwamen. Ja. Ik kan er ook niks aan doen. Ik ben er weer. Jo. Een raketje. Ik heb geen raketjes gehaald. Ik heb even kijken. Rollen ik netto's. En mijn licht niet meer uit. Ben ik de enige die altijd zo zenuwachtig is wanneer de race begint? Nee. Mm. Ik heb dat niet. Ja, maar dan ben ik in het midden van de race, maar ik had het wel weer een beetje over. Sorry, wie zei iemand schrik wat? Ik hoor een echo. Een hele erge echo. Ik hoor ook een echo. Nu zie je jezelf van meteen wel. Dat is van mij. Ik ga GTA opnieuw opstarten, dit duurt echt heel lang. Ik heb geen custom. Op tot de geen custom. Is hij sport? Nee. Ik heb een script, ik heb het wel custom. Ja, want toen deed je mee. Alleen het probleem is, daarmee zit ik in bed sport. Oh nee. Dat gaat wat lastig worden. Het is niet een heel groot baantje. Ik vind hem op zich gewoon. Maar het zijn sommige zijn wel. Sommige bochten zijn kut. Welke baan is het? Het is Circuit de la Sable. Nee. Ze boeten in GTA veel de laatste tijd. Oké, daar komen nu veel mensen. Dus. Hello, like, uitroepteken en dan ook wel een like geven. Oh, daar komen eigenlijk best wel veel mensen. Oh. Rianne. Dat wordt voor mij weer vlaggetjes zoeken, jongens. Ben ik veel Hello. Afgezakt? Like. Zo.
ben ik veel afgezakt met de races, omdat ik vorige week niet meer deed. Even kijken, ik zal even kijken welke plek je staat. Ja, want mijn PlayStation Plus deed het niet, dus... Oh, wow, deze ook dan. Nee, ik wou een keer... Ik moet gewoon weten. Die is niet proberen te inviten. Ik doe altijd, deed het zo, al vrienden. Ja, maar hij zegt, ik krijg niet binnen. Dan moet hij op zijn PlayStation menu kijken. Want waarschijnlijk zal hij net zoals ik altijd van jou krijg in de PlayStation ding staan. Yo, Clemendy, hallo. Janne. Hallo, Cornelis. Wie doet er nu eigenlijk nog DRC? Sorry? Wie doet er eigenlijk nog allemaal mee? Van DRC? Ja. Nee, niet heel veel. Oh. Ik doe even meteen mee de, aan de dingen. Heeft iemand heel toevallig een bok ten eist? Kijken, ik heb 337 miljoen punten. Einde van de maand. I'm great, how are you, Kamundi? Einde van de maand weer, Amber. 31 maart. No, it's not made for kids. Safe. Ik heb 1500 miljoen. Nee, je hebt 150 miljoen. Flux. Ik heb alleen... Heeft hij nou wel al die info binnengekregen? Nee. Staat hij online? Ja, dan wil je mij misschien even een invite sturen. Ja. Ik heb nu al mijn vriendjes een invite gestuurd. Alleen mijn vriendenlijst is weer helemaal naar de gootjes. Ah. Dat is het best. Die van mij wil ook nog een schoonmaak nodig. Hey Jeremy. Manu ook. Nee, nog niet, dat ik zie hem ook nog niet staan. Hallo. Rianne. Ja? Ik krijg mijn punten niet te zien of zo. Want ik klik precies alles in, maar ik krijg mijn punten niet te zien. Oh, bij mij komt hij wel in beeld, Dion 360. Oh, oké. Okay. Heeft iemand boek ten eist? Als het goed is, Flux heeft zijn invite binnen, als het goed is. Maar ik kan... Jong, dat er niet vinden. Oh, Flux, je bent zeker gereset. Nee. Dit is gewoon niet mijn main account. Alleen het probleem is... Bij mijn main account zit ik in Badsport, dus het wordt moeilijk joinen. Voor hoe lang dan eigenlijk, als ik vragen mag? Na 2 dagen. Oh. Het zal erop bij. Wat is Badsport? Nicky, ik kan jou niet vinden. Badsport is dat je. Is dat je alleen maar tryhards in de sessie zit, eigenlijk. Oh. Ja, omdat je te veel mensen hebt. Dat je te veel voertuigen voor mensen kapot gemaakt. Als je op Badsport zit en je gaat je KD maar een beetje omhoog werken. Zit je er zo in. Is Nicky bij jou in de party? Ja. Kun je me invite of niet? Nee. Ik kan niet meer via de party invite, hè? Dat is eruit gehaald. Waarom liever dat 3 mensen gelijk op eens? Ja, weet het. Ja, omdat het te lang duurt. Pierman. Kijk, want je heeft hem al 4 keer in mijn bed zitten. Nee, hè?
is dat zeker? Giveaway. Waarom pakt hij jouw giveaway niet? Oh, je doet al mee, Dion. Oh, oké. Okay. Doe. Nou, 2,5 minuut en dan beginnen we de race. Begint. Ja, Young Darter is joining. Young Darter. Oh, nee. Young Darter. Ik ken de naam. Oh, de hij nog. Welkom, Tim. Oh, we gaan elke keer steeds meer mensen weg. Randoms. Oh, we gaan ook meteen starten. Iedereen rustig? Shit. Oh oh. Nee. Ik wil niet de PlayStation menu. Oh. Drie talen. Okay, ik weet al waar ik moet staan. Hallo, guten Tag. Wie geht es dir? Hi, hoe gaat het? How are you? Tim. Dat blauwe wat ik je liet zien, hè? Ik zal daarin staan, denk ik. Ja, wat is daarmee? Ja, dat blauwe. Daar kan je hem goed insturen. Wat is er? Bij die eerste bocht, hè? Dat blauwe. Op het rechte stuk. Ik heb geen idee, jongens. Jullie zeggen allemaal dingen en ik heb geen idee. Ja. Dat is een snelle lap. Wat is een snelle lap? Ik heb het 1000 euro om zelf gedaan. 54 seconden had ik. 52 seconden heb ik al gehoord. Ik heb niet zo roepen. Oh, mensen. zijn Benny wielen sneller? We gaan niet starten bij start, Flux. Wee! We starten bij een minuut. Dion, kom ja. Terug. Wat doe je? Wat is het? We starten pas bij een minuut. Oh. En nu heeft iemand die checkpoints, die kan zo respawnen en dan kan niet verder rijden. Waarom doen we dat bij het minuut dan? Zodat we eerlijke start hebben. Ik moet hem een beetje op de curb zetten hier. Zo. Ja, zo. Hey, maar... Ik heb reed 3 seconden slower dan kan vanavond met een custom. Zo, iemand heeft zijn muziek tot te woord staan. Ik heb hem een custom, dat weet ik goed. Nou, veel succes allemaal. Toi, ja, toi, toi. Hey, goed. Ik rijd derde! Ik rijd eerste. Ik rijd eerste. Ik rijd zevende. Ik heb een custom nodig. Ik moet weet hoe ik de baan gaat. De vierde. Maar jij hebt een custom, dat is oneerlijk. Ik rijd eerste. Nog steeds heb je grote kans dat je bij mij gaat eindigen. Maar dit seizoen kan ik wel meedoen. Hiermee kan ik wel makkelijk bij blijven rijden. Ja, we doen niet zo lang als... Kijk, bij DRC deden we serieus 2 uur, 1,5 uur. Dit is gewoon altijd 45 minuten. Ja, maar dat was wel leuk altijd. Ik sta nu letterlijk 1 jaar later omdat ik 2 keer ben gecrashed tegen zo'n ding. Zo, 3 kwartier is niet te lang, niet te kort. En we doen ook de hele tijd wisselende auto's. Wisselen met de auto's? Ja, met andere woorden, we doen 2 races met deze auto en dan 2 races met een andere auto. Oh joh, mijn game lijkt hem echt te pleuren. Welke auto dan? Nu is hij sport en deze week en volgende week. En daarna de Tropos weer. Wat verdamme. Tropos. Dat is de auto. Ja. We hebben de club al gehad en we hebben... Goed, Samme. Ik sta laatste. Lekker. Rij dan ook een soort baan. Gewoon wel rally, weet je, ja.
allemaal rally races, ja. Nu nog. Totdat dat op is en dan gaan we weer volgende andere type races doen. Stunt races. Stunt races zullen het niet worden. Kan iedereen even 10 seconden wachten? Vorige week ben ik 8 keer gelapt, denk ik. We staan namelijk een beetje wie achter. Rijdt er eigenlijk? Voor mij is het nu eigenlijk een inhaalrace. Ik had wel... Ja, ik was gecrashed. Maar ik haal nu wel iedereen in. Ja, ik was net gecrashed en ik was de eerste ronde 2 keer gecrashed. Nu sta ik laatste. Oké, wie rijdt er voor me en wie rijdt er zo eng? Het is Silent Flux. Dat ben ik waarschijnlijk inderdaad. Ja, jij reed dwars door muren heen. Nou, bij mij rijd ik gewoon normaal. Ja, volgens mij is dat iemand anders, want ik heb ook plan te vullen. Wellicht, ja, ik weet niet. Hoeveel servers zijn er optimaal? Ja, alsjeblieft man. Ja jongen, ik crash weer jongen. Ik heb deze baan eigenlijk te vaak gereden. Ik moet het echt niet meer doen. Hebben we toch al eerder gezegd, niet zoveel oefenen. Ja. Want dan ga je jezelf dood oefenen. Mm-hmm. Kan je beter. Ja. Nou, nog met F1 baan was het een heel groot clubje. Nou. 24-7 waren deze, waar ze de F1 baan aan het racen. Oh, je bedoelt Cameron Van ook. Ja, oké. Okay. Die eerste rijdt nu. Ja, die mensen. En nu hebben we ook nog een bulldog die best wel goed rijdt erin, maar die heeft deze race niet geoefend. Ik heb hem nu al goed geoefend en eigenlijk de nummer 1 rijdt 40 seconden achter me. Ik rijd verkeerd. Ik rijd nog waardig. Ja, ik rijd achter me. Nee, Jacques Leclerc. Volgens Mookie. Nee, Clem Bunny was net in de chat, dus die was er wel. Veel van Krem doet niet meer mee. Joh, die heb ik ook nog niet gezien. Was ik die minuut maar niet gaan wachten. En Lennart die nummer 1 rijdt nu vlak achter me. Weet je hoe kut dat is? En wie hebben we dan nog meer? Ja, Niels is te druk bezig met CRL, dus dat is altijd op zondag. Nou, oh, zie je? Zie je, het internet was het toch wel. Nummer 1 rijdt echt nu echt heel vlak achter me. En die nummer 1 heb mij bijna ingehaald. Nou, dat zal bij mij ook niet lang duren. Ik kan gewoon Flux niet inhalen terwijl hij nu kussen heeft. En ik ben gelept. Huh? Ja, er staat nu dat ik ben gelept.
De nummer 2 rijdt ook hoor, vlak achter me. Dat ben ik hoor. Ja, wacht als je me inhaalt. Oeh. Nou, vierde plek. Ik vind het wel lijp hoor. Wat vinden jullie van dit baantje? Ik vind het een heerlijke baan, want ik ben tweede. You have been left by Common Event. Maar die kut van als man is het waard. Yes, oh, omdat je all in bent gegaan. Welkom bij de all in gang. La la la. Ja, nice, Amber. Heb je gewoon je punten verdubbeld? Nee. Rijk, kan misschien tweede eindigen. Rijk 17e eindelijk. Crash ik. Ik kan misschien tweede eindigen. Ja, dat maakt me even nu niks uit. Ik sta de hele tijd al 18e. Ik wil niet 18e eindigen. Oh nee, dat is mijn plekje. Ik word al het laatste. Oké. Op de hoeveelste plek sta je nu dan? Want 9 van 10 keer ga ik op een gegeven moment kletsen met mijn chat en dan is het einde van het goede rijden. Rianne, op de crash ik weer. Op de hoeveelste plek sta je dan nu? 17e. 17e. Ah, dan rij ik achter je. Maar ik word nu ingehaald door de nummer 2 en nummer 3. Rianne nu ook. Ja. En de nummer 4 rijdt ook alweer achter me. Oh, Drew left. Nee! Ik rijd door de remschijven. Ik had wel een enorme afstand. Janne, ja. Maar laat het draaien. Doei. Nee. Ik zei doei, dan moet je niet inhalen. I can go any. Samen. Iedereen wordt ingehaald. Lekker. Ik glijd de hele tijd, jongen, met de auto. Maar, dag Flux, maar ik rijd gemiddeld sneller dan normaal. Hey Flux. Hey.
Hi. Kijk. Rustig aan, ik ben niet vanwege internet te redden, ben ik uit de lobby. Maar ik was er klaar mee. Hey, Boekie. Ik was er gewoon aan het uitruimen dat ik een computer had custom. Hey, was je al klaar met de race, Moekie? Ik hoor Moekie niet. Heb je... Ik dacht, heb je nou meer van ons vriend? Ja. Flux! Hoe is het? Ja! Hoe is het? Goed, met jou? Okay. Hoe is het gegaan met de race, Moekie? Nou ja, de eerste race ging beter dan de tweede. De eerste race, ja, ging best wel prima. Alleen in de laatste ronde spin ik, dat is Erik. Oh, en dan kun je in de sprintrace van achteraan zetten natuurlijk. Regen? Nou, in de regen hebben we precies... Ik denk... anderhalf rondje als je bij elkaar optelt. Dacht Tim. In de regen zelf gereden, niet zonder safety car. Geef ik gewoon weer safety car met wet en droog. Iedereen naar de minimums. Ik ging een rondje later pas naar binnen. Dus wel wat tijd verloren op. Wel wat posities verloren nee, daarin. Jonne. Maar hij zat wel op de SOS. En vervolgens laatste ronde. Ik weet niet wat er gebeurde. Maar op een gegeven moment. Iemand denkt, laten we gaan bowlen. 5-1 outtaken. En ik kom erdoor. P2. Boom, boom, boom. Lekker. Alleen, ging er iemand milfen? Ja. En het was niet meer. Oh, de kutlanding. Er staat daar een auto stil. Ja, hij is van Tim. Niet buiten mijn racelane. Je zal ook nog maar één spelen. Kutspel eigenlijk. Wat zou je? Mijn telefoon valt ineens uit, dat is 80%. Oké. Leuk. Heb je een Android phone? Nee. Hmm. De iPhone? Ja. Heb je een iPhone of niet? Ja. Ja, nee, Wilfred had er ook last van met een Android. Zit je in een koud gebied of niet? Nederland. Ja, maar is het koud nu in jouw kamer? Ja, maar dames, dit is geen verwarming aan, maar ik heb niet best heel lang. Want als het koud is, is je batterij heel snel op. Zo warm is ook. Want een vriend heeft gehad, die had zijn telefoon opgehaald net. En zit net 5 seconden erop. Hij was 100% en is opeens maar 10%. Dan is je batterij stuk. Ja. Maar het was min 5. Ja, nou, daar moet een telefoon tegen kunnen, hoor. Nou, iPhone opladen, batterijen kunnen daar niet tegen. Volgens mij werd je geroepen, Mookie. Die kunnen niet tegen kou. Ja, wat is er, Flux? Je hebt je telefoon toevallig niet op zelf. Ja, hij staat voor je raam op. Hij staat al weer aan. Dit is net leuk. Heb je nog een Minecraft, Mookie? Ja. Sorry, ik was aan het Red Dead Redemption en met mijn bengeltje. Misschien is het uiteindelijk gelukt om een crafting table te maken. Ik zag wel dat ik een nieuwe award had gehaald gisteren. The End Again? Yes. Daar was je bij. Yes. Wel stom dat je niet nog een tweede draken-ei krijgt. Dat moet je toch niet. Ja, ik heb trouwens niet eens gekeken of die niet hebben gekregen.
Ik heb ook niet gekeken. Bij de draken ook in de luikhuis, zo ziek. Even serieus, sinds wanneer zijn de parties hier rustig? Ik heb veel in mijn leven meegemaakt, maar... We doen gewoon relaxed. Dat is nieuw. Concentratie. Nou ja, ik lul het wel weer aan elkaar, maar... Godmonde, Suus. Ja, ik ben er nu, hè. Het is pas feest of nog een keer, Suus. Dat is waar. En ik zou het zien. Dan is het toch logischer? L-O-C-H-I-C-H-E-R. Sorry, wat? Nog een keer. L-O? C-H-I-C-H-E-R. Logischer. Dat is lastig, hè, spellen. Ik krijg daar echt serieus de kriebels van. Echt, soms vraag ik me af hoe oud die kastjes in die heeft, weet ik. Jong. Niet allemaal. Volgens mij heb je een gemiddelde leeftijd is normaal, maar dat komt omdat er ook wat ja, meer oudere mensen meedoen. Ja, en Jordi. Alex. Ja, Alex. Jordi die rijdt niet. Oh, rijdt hij niet? Nee, die is een traag. Hey, ah. Zit die Maximum nou in een league of niet? Die is zo goed, jongen. Holy shit. Jongen. Ik had dan wel half verwacht dat hij mee zou doen nu, want hij had de poster wel in de DRC-groep gegooid. Wat is die, wat doet hij nou eigenlijk in zijn leven? Racen, zag ik vanmiddag. Maar lukt dat dan ook? Of dat niet? F2, sorry, wat? Maar lukt hem dat racen dan ook, of dat niet? Volgens mij valt hij net allemaal buiten de boot. Hij is beter dan ik ben. Dat kan ik zeker zeggen. Op F1. Maar, er zit een grote maar aan. Hij doet het ook iets meer dan ik. Ik denk, als ik dat spel 5 keer per jaar aanzet, is het veel. Dus, okay. Dan ben je heel snel beter dan ik, want ik oefen niet. Moki, wat vind jij van hem? Hoe goed is hij op een schaal van 1? Ik ga geen uitspraken doen op een livestream. Nee, maar over hoe snel hij rijdt. Je kan toch gewoon vergelijken met de mensen die meedoen met de F2? Ja. Ja, als alles mee zit. Nou ja, niet alles al mee vandaag. Maar ik zou makkelijk een podium kunnen pakken in die F2. Nee, maar en Jordi? Want hij valt net elke keer buiten de boot, of niet? Ja, die komt niet ver genoeg met tuinvrouw al. Die staat gewoon flink laatste. En hij heeft 1 race meegereden. Nou ja, dat was wel de beste. Oh, top. Ik heb een memset op pak. Heb ik in ieder geval geen overgitte linkervoorbaat. Daar begon hij bij mij mee volgens mij, in mijn Steam. Oh, gaan we zonder customs rijden? Oh, mijn linker voorband. Oh, mijn linker voorband oververhit. Ah, kut, mijn linker voorband. Oh, dat was grappig, jongen. Maakt een custom setup dan zoveel uit dat je linker voorband niet oververhit? Hé, hey, yes. Ja, dat weet ik niet per se, maar wel gewoon, ja. In de F2 auto's, die sturen niet zonder setup. Oh, ik rij altijd zonder setup. F2 auto's sturen echt ook geen meter zonder setup. Dat is echt niet te veel. God. Heb je F2 auto's rijden? Nou, dan heb je het gehaald in je leven. Au. Nou, daar ging Silence Flux weer. Het lag echt wel aan zijn internet. Au. Ik dacht even dat het aan mijn wifi lag, maar... Nee, hij begon te haperen. Ja. Volgens mij deed je al mee, gekke Gimpie. Enige nadeel van al die mensen is die wegvallen. Dan moet ik ze allemaal weer gaan naar al die nieuwe mensen. Allemaal nieuwe vlaggetjes. Nou, gelukkig. Flux is toch Nederlander, dus dat scheelt. Cornelis is Nederlander, dus dat is ook makkelijk.
Kamer van wife is Frans. Petterman. Die weet niet. Ik ga straks met mijn router gooien. Dat moet je niet doen. Nee. Maar luister hè. Dan, die F2 League, die rijden dus echt met F2 auto's. Ja? Ja. Dan koop je F1 om met F2 auto's te rijden. Dan heb je het gehaald in het leven. Nou, als je goed genoeg bent, mag je door naar de F1 League en dan ga je wel met F1 rijden. Ja. Maar... Of je rijdt mee met de Fun League, of je rijdt mee met... Bestaat die Puppy League nog? Ik heb zo'n flauw... Ja, dat is die Fun League. Ik zeg altijd maar druk op options en je rijdt snel genoeg. Nou, dat hebben we een keertje gedaan in de Dino League. En toen was ik de snelste, dat was heel raar. Toen hebben ze dat maar weer heel snel lager gezet. Ik heb dat toen ook een keer, dat heb ik toen bij die, ik mocht in die league van Dino toen hè. En toen zette ik gewoon bij zo'n beetje, bijna elke race zette ik dat daar. Dus ik reed wel mee. Ja, dat hij dat dan niet door heeft. Ja, nee, totdat mensen het door gingen hebben. Ja. Rebecca, nee, niet te weer inhalen. Heel veel mensen geven het wist dat ik dat ging doen. Bij wie is hij aan het stofzuigen? Op de een of andere manier werd ik toen uit die league gezet en werd de commentator. Ja, we gaan hierna nog de volgende race. Was ik er dan nog wel? Maar op een gegeven moment had ik er geen zin meer in en had ik mijn werk er niet gezet. Ja. Holy shit! Jezus. Denk dat de motor weer aan de gang is? Degene bij wie zijn hoofd in de stofzuiger zit, daar heeft het uitgezet, hè? Dani. Ja. Dat was het rust opeens. Stuntrace, ja, ik ben niet van de stuntraces. Ik kan wel weer een keer een playlist gaan doen, maar... Dat jij de grond stofzuigt, niet je mic opzuigt, niet... Het was spannend dit. Hoeveel is er te horen in de stream? Van mij van het gepraat. Wie is dat? Hallo vliegtuig. Ja zeker, hoe is het met jou? Vliegtuig! Vliegtuig niet zo, zit in de chat. Dat is iemand die met zijn hoofd in de stofzuiger zit. Ja, die heb ik gemute. Wil ik jezelf muten? Nou, als je hem even kan muten als dat lukt, met het racen, tijdens het racen, dan graag. Ja. Oh, wacht, zal ik anders wel even in die race gaan, dan doe ik tijden zo oplezen. Van mij mag je de tijd op racen, hoor. Ja, handig als... Staat dat... Dan ben je de nieuwste plooi van deze week. Vorige week was dat Bloemzak. Bloemzak? Wil ik mezelf muten? Als het kan, graag. Ik deed het ook nog, maar ik heb een invite niet nodig. Ja, ik doe wel even. Oké, ik heb nu tijd. Dit is toch niet geloven, joh. Mijn auto liet is. Je hebt een invite. Is gelukt. Hey. Every stilte opeens, hè?
Oh, enthousiasteling. Zo, hey. Is het gelukt, Flux, met de invite? Nu hoor ik Flux niet meer. Ja, hallo. Hallo, heb je de invite gekregen? Waarschijnlijk staat hij gewoon op je PlayStation menu. And it goes like this. Wat kan je niet? De tijden opnoemen. Ja, in het Frans, dat lukt mij toch niet. Ja, maar in het Frans hoeft het niet. Daar hebben we andere mensen voor. Oh, wie dan? Dat doen ze zelf in de eigen stream. Oh, dat is nou even lekker. Je hoeft het gewoon in het Nederlands te doen. Met 52 seconden en 3, 5, 8, jezus. Gewoon 52, 3, 5, 8, dat is goed. 53, 2, 3, 5, wat hè? 52, 3, 5, 8. Oké. Okay. Danis. Dani Sonneman. Ja, die. Met een 52, 400. Jacques Leclerc met een 53.09.99. Zet het Amnesia met een 53.317. I Mike I met een 53.168. Roodox met een 53.17. Zo, je bent wel enthousiast, hè? Ja, jongen. Koning Willy met een 0. Godverdomme. 53229. Ja. Cornelis met een 53651. Powers Jeremy met een 54366. Kamana van Wife met een 55096. Jung Garter met een 55274. Petterman met een 55686. Dion Meester met een 56153. Rianne, jij hebt een 56622. Ja, maar dat verwacht ik ook van mezelf de langzaamste tijd. Je hebt niet de langzaamste tijd. Je hebt wel de langzaamste tijd. Ik had het niet anders verwacht. Ga je nou 0,5 seconden sneller rijden, ben je niet de langzaamste. Maar normaal rijd ik bij dit soort races 5 seconden langzamer dan de nummer 1. Dus ik ben nu al sneller dan die 5 seconden. Ja, ik moet te leren. Ja, 4,2 seconden sneller. Slomer. Zo gaat het niet werken. Mm. Kijk, langzaam maar zeker, Amber, krijg jij heel veel punten. Ik vind je sowieso goed racen vandaag. Is het een andere race geworden, joh? Wat is het geworden? Het is niet dezelfde race als... Het is een andere race geworden, ja. Die was nou toch niet zo'n heel goed... Jullie de volgende keer rijden dan? Ook deze. En daarna? De... Tropos Rally, ja. Oh.
Nee. Dat ik een meme vind als jullie met de set kijken. Nee. Op jouw baan wou je zeggen, die aan het maken bent. Ja, ik wil dan even feedback van wat ik tot nu toe heb, want ik heb nog niet heel veel op dit reizen. Dus... Oh ja, je moet maar. Ja, je kan. Je hebt Willy's nummer, dus maar je kan al een keer is afspreken. In principe ook naar. Ja, ik heb het naar jouw Discord geschreven trouwens. Nee, maar als je een keer met Willy en wat is het, Shareplay wil. Nou ja, kijk wel oké. Op GTA kan je toch in Shareplay of? Jawel. Alleen niet alles, want bijvoorbeeld Willy kan met Magnus, dat is iemand uit Amerika. Magnus kan hem wel bekijken, maar hij kan Magnus niet bekijken. Komt omdat het in Nederland of zo niet gesupport is, zeg maar, in Amerika wel. Nee, in Nederland is echt heel raar. Maar ik kan bijvoorbeeld wel, dat is bij Red Dead Redemption, kon ik Bengeltje bijvoorbeeld kijken, terwijl dat ook dezelfde gamemaker is. Oh, maar het jongens. Cool met Black Ops 3 kon het ook nooit. Het spel sport niet. Voortaan, hè, als je die miljoenen van GTA wil ophalen, moet je dat doen in de PlayStation Store. Vanaf 1 april. Wat? Ja, nu kreeg je toch iedere maand kreeg je toch een miljoen totdat GTA 5 uitkwam op PlayStation 5. Ja, dan moet je nu dus iedere maand via de PlayStation Store doen. Ja, gewoon net zoals je bijvoorbeeld je Fortnite... Dat is toch gewoon voor PlayStation Plus alleen, hè? Ja, alleen voor de PlayStation Plus mensen, ja. Oh, maar dat is easy. Dat is gewoon elke keer als ik de PlayStation Plus games in mijn buurt tegen te houden. Kan ik dat ook niet? Nee, dat wil ik wel doen, maar ik denk niet dat hij dat in dank afneemt, Amber. Wat? Ze willen jou points geven. Nee. Dat bedoel ik. Even kijken. Kijk, waar... Nee, ja, dat moet ik... Als je punten nodig hebt... Moet ik met de hand doen. Dan heb ik ze binnen een half uur verkopen. Nee, maar... waar de anderen zoveel mogelijk punten willen halen, is het voor Mookie de kunst om te zorgen dat hij zoveel mogelijk rond de nul blijft. En daar doet hij alles aan. Oh, niet boven 30.000 euro. Want de nul is onmogelijk, want zodra ik naar huis doe, 2 minuten later heb ik al die 30 punten erbij. Dat is waar. En ik hoor wel dat je de meeste uren halen, want ik moet. Ja, maar wie moet jou inhalen daarin, Mookie? Want als je kijkt in de top 5, wie van daarvan komt nou nog vaak langs? Ik niet. Dat andere in de top 5? Nee. Het is volgens mij Tim, Mau, Justin Lorenzo, en Sans. Of Lorenzo kan ook. Nee, Lorenzo. Ja, je moet even uitroepteken top 5 tijd doen dan, Amber. Oh, het is misschien... Bloemzak komt heel vaak ook. Ja, maar Bloemzak heeft nog niet zoveel tijd. Kijk, uren. Ja, Fleurs, Bloemzak leeft ook nog. Jammer. Ja, ik bedoel, oh, wat leuk. Een grapje, ik heb geen probleem met Bloemzak. Nou, wie zit erin? Wel met Belgen. Mookie, Lorenzo, Sans, Maurits. Ja, dat moet ik met de hand doen. Sans en Justin. Wil je Mookie voor mij 1001 punten geven? Nee. Wordt na de race. Oh. Ik wil toch even ze gelijk door aan. Langs achter gepenetreerde. Van achter gepenetreerde giraffenneuker. Nou, die. Pijpen. Die. Die, ja. Alles wat naar mij gestuurd wordt, moet ik gelijk daar naartoe sturen. Naar Emma. Of naar Koning met deze lijf. Ja, mag het wel. Oh jezus, even kijken, hoe moet het alles zijn? Gast, ik heb 1500 miljoen.
Je hebt 150 miljoen. Nee, kijk maar goed. Of ben ik echt zo blind? Jij bent gewoon blind en blind. En heel aardig. Oké. Okay. Dat werkt niet op zijn kopie. Is dat nou 150 miljoen of is dat nou 1500 miljoen? Is dat dan, zeg maar, dan 1,5 miljard? Of miljard, ben je wel bedoeld. Ja, eerst is miljard. In Engels. Ja, maar in het Engels is het miljoen. Is het billion, ja. Yeah. Ah, miljoen is fucking kut Engels. Niemand nog Engels. La ja la la la. Gangster eend. Die is heel gangster. Ik heb meer punten. Je kan ook volgens mij uitroepteken top 5 punt doen. En dan heb je de top 5 punthouders. Top 5 punt? Jezus. Nee, punt. P-U-N-T. Aan elkaar? Ja. Wat een kuttekst. Uitroepteken toppunt. Nee, uitroepteken top 5 punt. Top 5 van punten. Moet dat allemaal aan elkaar? Ja. Oh, ik vind het maar niks. Ja, Amber heeft hem al gedaan. Oh mijn god. Dus even nu pas dat ik gewoon... geen schade heb. Oké, deze heeft. Geen penalties, what the fuck? Geen schade en geen penalties deze race, Moekie. Jeetje, pedeetje. Zelfs even dank je, Amber. Ja, het is ook zand voor. Nou ja, waar wil je afsnijden of track limits? Zandvoort. Nou, nee, daar heb ik het ook nog nooit gelukt om daar time penalties te krijgen. Al heel veel andere nee, races wel, maar Zandvoort niet. En bij Milford dus. Ook Rohan. Ja, Rohan had ook heel veel punten. Die ja, die is vorige week. Ja, vorige week kwam die langs en toen vroegen we ook al: ga je nog wel eens live? En opeens deze week is die live. Ik kreeg de melding wel, maar ik had geen tijd om te kijken. Nee, ik ook niet. Het was op een tijdstip dat het voor mij even niet uitkwam. Ik heb het middel van voetbalveld. Dus volgens mij zijn de jongens bijna klaar, of niet? Bijna klaar. Wel even. Want ik zit op ronde... gingen we 49 rondjes doen? Ik dacht 43. Ik ben al een paar keer gelend. Dat is echt wisselend. Ik sta 4,5 minuut achter. Dus dat zal bijna 5 rondjes zijn. Ik ben de enige die minder heeft dan 250. Dan level 250. Ik ben level 11. Ik ben trots op mezelf. Je moest eens weten. Ja, ik weet het. Ja, Rohan die komt af en toe eens langs. Als hij zin heeft, als hij het in zijn bol heeft. Zou Rohan nog steeds checken? Oh ja, ik heb de stofzuigerman heb ik ook nog. Ja, maar je heeft ze net zet nog steeds uitstaan. Nee. Zoveel oosters zijn er naast een vlog. En nu is hij lief tegen je, Amber. Jeetje. I'm in love with the cuckoo. Ik heb een friend request van Silent Fox. Ja, beter accepteer je me.
Jij had me trouwens, weet je het? Uit je vriendenlijstje verwijderd omdat je een les had over Flux. Ja. Hoezo? Dat was toch een mooie reden? Andere mensen ook verwijderd omdat ik er nooit meer reden. Jij dacht tenminste een speciaal. Ja, maar ik rij heel vaak heel veel mensen. Dat soms met jou. Maar je ziet me niet, maar dat is een optische illusie. Ja, die punten die op mijn toetsen zie ik niet zien, dat zijn ook optische illusies. Als ik alle mensen die ik moet, waarmee ik niet game zou moeten verwijderen. Ben je een half jaar bezig? Dan ben ik een half jaar bezig, zeker. Nee, ik pak nog even verder tot de exit. Oh mijn god. Ha. Kutspel. Welke gaan jullie, welke race gaan jullie voor 2 weken doen? Catalonia. Ah. Ik weet niet zeker, maar ik ben er nu alles van verwijderen. Maar het is allemaal live nu op Twitch, of niet? Het is echt niet meer op YouTube. Ja, het FV is nu live op Twitch. Even met graphics die gaat nu finishen. Die gaat wachten bij de finish, want die heeft niks te doen. Oh, gaat hij burn-outs doen? Ja, plus hij heeft bennies. Dan is hij een lelijke auto. Jongens, weet je wat het grappige gaat worden? Ik ga straks gewoon in de top 10 eindigen van alle punten. Omdat ik gewoon elke race meedoe, ook al word ik laatste. Ja, ik krijg heel veel punten. Dat klopt. In welke top krijg je dan punten? Alles. En wat is dat nou weer? Maar de nummer 1 krijgt 50 punten en ik krijg straks 20 of zo. Hoeveel punten heb ik er? Zal ik eens even kijken. Oh, ik kan toch wel stil gaan staan. Jij hebt er... Ik heb de verkeerde geopend. Ik heb de Rally Classes geopend. Daar hebben we niks aan, hè. Want ja... Die had ik alleen maar voor moeten. Ik heb een paar auto's van die Classes trouwens niet eens kunnen vinden, hè. Nou, eens even... Kijk, waar rij je dan nu eigenlijk voor? Waar ik? Je dingen, hè. Maar kijk, bij dingen, als je echt bij die F1 buiten, als je echt aan het strijden voor die top 10. Die ben echt sowieso 100 best oefenen, zo ja. Die voor deze? Yeah. Dani heeft net gezegd dat hij 300 rondjes heeft geoefend. 300? En toen zei hij, ik heb er nu spijt van, want ja, ik ben een beetje, hij is een beetje rondjeslam. Ik heb al tegen hem gezegd, je moet niet zoveel oefenen. 100. Dat is niet goed voor je. Ik heb 10 gedaan. Nee, dan ben je gewoon niet goed ik in je hoofd, dat is wat anders. Nee, ik heb deze week echt niks gedaan voor die F2. Nou, bijna niks dan. Ik heb ook op de tweede plek. In die sprinten. Ik denk dat de race heb ik al veel meer gezet. GG. Even kijken hoor. DNF Mookie. We gaan nog even de volgende race doen. Deze is de afgelopen 45 33k. En dat is een Kamina, van de rest die heeft nog minder. Mookie. Dani Echo. Dani Echo. Hé, hey, maar die F1-baantjes worden eigenlijk dus gewoon nooit meer geraced, zeg maar. Voor speciale events misschien nog wel, maar niet meer via DRC. Maar of die Formule 1-banen van jou nog niet meer geraced worden? Hoezo? Ze worden nog wel geraced, maar niet meer speciaal voor events, toch? Ja, binnenkort komt een event. Op, ja, van een camera fan op een van jouw banen. Van iemand anders is dat. Oh, maar op jouw banen? Ja. Oh. Nou, ze worden nog wel gebruikt, maar voor andere mensen. Mookie, jij staat 14e. Met 60 punten. Oh, Mookie, wat ben je goed, jongen. Van de 37 die op dit moment mee hebben gedaan. En ik heb maar 2 races gefinished. Nou. Nou, trouwens... Niet eens een nee. Ah. Beste baan die hij heeft gebouwd, vind ik. Hè? Want dat is, die rijdt echt het beste. Dat is Catalunya van 2019. Catalunya 2019, oké. Kan. Topbaantje. Oeh, dat kan dichtbij nog. Nee, Hockenheim natuurlijk. Dat is laatste team. Meestal was de laatste race waar ik het leuker vond. Even kijken. Nee, de nummer 1 heeft 209 punten. Was ik op vakantie volgens mij. Zo ver staat.
Dani staat te luisteren. Staat te luisteren. Weer echo, weer echo. 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 Hallo? Hallo? Nog steeds echo. Nog steeds echo. Hallo? Zo, die hooibalen zie je slecht, maar dat maakt het wel super spannend. Dat is waar, Cornelis, zeker waar. Ik twee keer. Ja, totdat je die tegenaan, totdat je zeker die tegenaan rijdt en er echt volop gaat schelden. Niet de chicane. Chicane ben je niet gekrest. Ah. Ik heb een paar keer op mijn dak gelegen bij de eerste bochten. Ik bij die jump. Ja. De tweede jump. Oh. Pak ik de hooibal mee. Wat is de volgende race die we eigenlijk gaan doen? Dat ben ik niet aan het op. Hoe heet die? Mijn, hè? Oh ja, Children of the Mountain van Silence. Dat is Banter. Hoe zou Quincy zeggen? Van iets Banter, ja. Omdat ik het altijd zo zeg. Weet ik gewoon. Ik heb nog een PlayStation. Ben je vrienden met Silence? Ja. Nice. Wij al 4 jaar, denk ik. Met hem? Zit. Ja, al heel lang. Ik heb eigenlijk iedereen op. Hij was toen ook bij met die 99 laps van Monza. Oh ja, dat was toen, ja. Kreeg de hele dag screenshots toegestuurd. De hele dag, alleen maar van snellere tijden. Maar dat was van de groep van Cool ook toen, hè? Ook persoonlijke berichten. Je kan er gewoon langs auto met je tutuut. Alrighty. Hij heeft een goed percentage. Oh, ik heb niet gelijk net. Oh. Ja, maar als hij alleen maar de communities wordt gereden, dan gaat het goed. Zolang ze, als iemand zo'n lijpo de hele tijd die race gaat opstaat en de lobby laat vollopen, ja, dan gaat hij stuk. Dan gaat hij stuk. Dan krijg je heel veel dislikes. Ja. Oh, wacht even. Nee, die melding klopt voor geen meter. Dat heb ik al lang gedaan, joh. Wie is er beter? Weet het? Silence of Banky? Wie is er beter? Silence of Solution? Silence. Hebben we al lang gedaan, joh, die Battle Pass? Silence met constante. Constante, oké. Okay. Oh, god. Ik denk wel dat als je een slechte dag hebt, echt slecht rijden. Altijd, die tweede race van jou komt altijd binnen hier. Ja, de Bankjob heeft een nieuw account. Solution. Ja, nee, die heeft zijn naam wel niet. Nee, ja. Hij heeft ook nog zijn Banky account. Hij is gereset. Nice. Hij is gereset. Toen heeft hij een heel nieuw account gestart. Ja, wat? Komen wat randoms mee joinen, ook gezellig. Oh, foei. Is die gereset? Die heeft nu proberen tot een proberen scheten, ja. Nee, die had al 2 accounts al. Ja, klopt. 1 voor alleen GTA, dan lukt op ze zo, maar... Oh, weet ik is niet. Is die gereset? Want opeens speelt hij op proberen tot GTA, niet proberen tot GTA. Oh, dat weet ik niet. Hij wou het voor PS5 wou hij toen wel bijvoorbeeld 1 account houden. Solution is live. Met Spro. Ja. Nee, ik zat niet. Doe je nog mee, Flux of de. Nee. Ik wel een invite. Oh, ik heb een invite. Willem, yo, ik ben ook gejoind. Heb je blijkbaar als vriend zag je invite. Ah, gezellig. Wat zei je, Rianne? Wilmeer, denk ik dat het is. Okay. Rianne, wat zei je? Niks. Even kijken. Oh, ik dacht dat je dat tegen mij zei. Nee, iemand zei, yo, ik ben ook gejoind. Heb je blijkbaar als vriend zag je invite. 3-0 al. Tussen?
Ajax 4-0 voor. Ajax 4-0 voor? Oh. Nou, dat is kut, jongen. Wat arm. Mag ik een vriend van mij die nu hier in de sessie zit ook... Ja hoor, wil je hem even verlengen? Heeft iemand Bob den Heist? Die invite mij ook constant. Oh nee hoor, invite iedereen maar hoor. Dit is gewoon de practice round voor de volgende keer. Waar is doet Dani ook mee? Ja, Dani doet mee. Ik ga er vandoor, de groeten. Is goed, tot de volgende Mookie. Ik zal je volgende keer wel eens uitnodigen voor onze Minecraft wereld Flux. Als je nog Minecraft speelt. Nee, ja. Ik heb Skyblock nog steeds, speel ik wel. Ja, maar wij spelen geen Skyblocks, we hebben gewoon een wereld, een survival. Ik kan net zo goed deze uitlaten. Je zien. Oh, ik ben ook niet zo heel goed in race hoor. Ik word altijd laatste, maar ik doe het voor de gezelligheid. Ben je net laatst geworden hoor? Ja! Oh. Ja, die varen was er niet. Maar dat maakt me niet uit. Ik doe het voor de leukste, voor de gezelligheid. Ja, ik heb een echo. Weer niet, dus die gaat je ook niet inhalen. Dan gaan we starten. Ja, we gaan weer starten. Hallo? Een stukje voetbal kijken. Oh ja, en dan ga ik even de poster maken voor de volgende keer. Ja. Nee. Hallo. Nee, ik doe mee in deze sessie. Ik race wel vaker mee met doen. Oh ja, ik kan nu kijken hoeveel punten je hebt, Flux. Dat is makkelijker. Mag ik 10 miljard punten erbij? Nee joh, jij bent gek. Doe dan 100 miljard, dan staat... Oh ja, je hebt 1,4 miljard. Ja, dat klopt. Had ik het toch gezien. Mag ik 100 miljard? Ik maak geen punten. Doe ze alleen maar overzetten. Oh, je hebt ook nog een Ragus Flux, daar heb je 36 punten. Dat zou kunnen. We gaan nu gewoon starten, hè? Gewoon go. Gewoon go. Ah, dat was ik ook al achter. Dit is om te bepalen hoeveel ronden we gaan rijden. Go. Ik heb geen kust, dat was niet eerlijk. Ook mensen zijn goed zeg. Ik kan vanavond iets van rollen voelen. Nou, die hebben de race nog niet gedaan. Dus hij is nu niet stuk geoefend. Nee. Precies, die vlacht toen een keer de race moet oefenen. We staan gelijk achteraan, dat vind ik dan leuk. Ik sta vijfde dit. Ik sta bovenkomen vanavond, maar dat kust me niet meer. Zo, iMic ging vliegen. Oh ja, dat is altijd kut als je geen custom hebt. Flux heeft ook geen custom. Maar we doen niet zo heel veel rondjes. Maar ik sta 8e. Ik sta 11e. Hey, deze race hebben we al een keer eerder gedaan. Ik sta 7e. Ik sta 3e. Oh god, mijn auto. Ik sta 5e met de non-custom. Ik lag op mijn dakkie. Zou ik even veel doen als die Fransen erop zo eerst van? Meteen al niet. De hele. Ik denk gewoon een nieuwe Magic Mike. Woeie. Kut. Dit is een langere ronde. Dus we gaan weinig rondjes rijden. Ik zou gewoon zoals eerst gewoon 56 rondjes gaan zetten. Godverdomme. Dat we bezig zijn.
Nee joh. En rond 1 minuut 50. Ja, Flux ligt voor Kamen en Venning. Flux heeft een non-custom. Ja, dat bedoel ik. Die gast daar werkt echt 100 laps practice nodig voordat ze een beetje goed kunnen rijden. Nee. Zie jullie de volgende keer weer. Thanks for hosting. Oh, graag gedaan. Dankjewel voor het meedoen. Hoepie. Maakt niet uit. Half uur mijn dag geleden, nog steeds derde. Ik sta zevende met mijn custom. Het zijn echt goed tegenwoordig. Bij deze race is het gewoon heel belangrijk dat je weet wanneer je moet remmen. Ja. Niet op je kop rollen. Oh, dat is me al 2 keer gelukt. Met 1 keer. Maar het ding is... Wat heb je aan deze race? Oh. Ik ben al 4 keer ingegaan. 5 keer. Wat? Ik ging kusten. Het rechte stuk word ik er zwaar gewoon uitgereden. Oh, ik moet wel op blijven letten. Ups. De hammerhead, is die van Tork? Ja. Als je eruit kijkt, dan mag je het ook zo. Oh, hoi Baal. Ze komen er vanuit de kust uitrijden. En wij doen geen stunt races. Maak ik jou voor het stunt race laten knopen over deze stream, dat is echt ongelooflijk vaak. Ah, nog niet zoveel als het andere woord van vorige keer. Oh ja, ja. Doe wanneer komt de... Wanneer komt de uitslag van de giveaway? Dat was de vorige. Ja, nee, maar ik had afgelopen dinsdag had ik een Fortnite stream. En toen heb ik Battle Passes weggegeven. Maar elke keer was de vraag, wanneer is de uitslag? Wanneer is de uitslag? En dat was gewoon aan het einde van die livestream. Ik heb ze ook al weggegeven, dus... Heb je waarschijnlijk niet gewonnen? Nee, als je niet meegekeken hebt, niet. Nee, Flux. Jij hebt toch wel al een keer gewonnen bij mij, of niet? Nee, ik heb echt nooit iets gewonnen. Oh. 9e. Tot 5e. Ja, nu hebben ze de baan door, dus dan gaan ze... Nee, dat niet per se. Ik werd op de rechte stuk. Ik rij nu 8e. 3000 km per uur werd ik eruit gereden en nu weer. Ja, maar nu kennen ze de baan, dus nu gaan ze je inhalen omdat ze gewoon weten waar ze moeten remmen. Dit deed gewoon dat ze hebben practice nodig. Heel veel practice. Ik wil wel eens weten als we met, weet het. Zou wel eens weten als ze net zo'n practice als mij zouden doen. Als ze een stand zouden doen. Met de wat? Als ze net zo'n practice als mij zouden doen. Die zou je dan niet goed stand doen. Ben ik benieuwd. 2005. Dat zijn die races van mijn Silas, Banky. Oh ja, die doen nu mee met Spro, toch? Nou ja, ik zag Banky nu net live gaan met Spro. Ja. Baas. Pacano. Pacano, toch? Ja. Nee, ik heb geen Pacano, ja. Voor schreef. Nou, 1.38? Ja, ik zat heel dicht bij de pers. Kijk hoe veel sneller je bent. Wat is de fastest lap van deze? Geen idee, joh.
heb al eens een keer 1.37 gereden. Daar is die sport. Ik ga echt ooit in mijn leven een PlayStation 4 kopen om mee te kunnen racen. Is wel gezellig. Kan het wel 1.43. Zo. Oh, wow, ik heb net op tijd gefinished. Net in de... Het is gewoon 5 seconden over de pace. Even kijken hoor, dus het is 1.38 zei je. Ja. 3 minuten hadden we 1.38. Dus dan doe ik 45 minuten keer 60. Delen door 98. Delen door de wortel keer het kwadraat. Gedeeld door 3. 27. 27 laps? Ja. 27 laps. Nou, ik ga er vandoor. Is goed. Tot de volgende. Hoi, hoi. Hoi. Doei. Hoe was dat die stofzuiger? Ah, ja. Bar. Flux. Ja? Ben je aan het doen? Een controller vast te houden. Beste. Zo. Amber, hoe oud ben je? Nou, dat ben ik niet. Dat is, voor wie is dat? Dat is, Flux. Hoe oud ben jij dan, Flux? Ik ben 14. Ik hou de gemiddelde leeftijd hier wel hoog, hè? Dat doe ik niet. Is het nou alweer nacht aan het worden? Ah, oh, nee, ochtend. Ja. Ja. Ik zei weer naar meneer Van Zand. Waarom? Wie is meneer Van Zand nou weer? Ik gok een leraar. Alleen voor die applaus. Voor ja, voor maar voor wat moet je naar meneer Van Zand dan zijn gegaan? Nee, ik zei weer. Dat was een vraag. Weet je niet? Ik ben door haar nu al 2 keer in aanraking gekomen door met meneer Van Zanten. En als Kisha. En als de volgende keer dat gebeurt, dan word ik geschorst. nee, dat is Senna. Oh, die andere mensen. Ja. Echt? Ja. Rianne, ja? Rianne, ik leg wel even uit wat er was gebeurd. Blijkbaar heb ik tegen een klasgenoot gezegd, spring voor de trein voor 10 euro en je bent een vieze hoer. Dat valt toch wel mee? Dat heb ik niet gezegd. Maar volgens haar heb ik dat wel gezegd. Hmm. Dus, dan wordt het dan wel eens niet het verhaal. Dus ik moest naar de directeur komen van de school. En moest ik een uur nablijven en moest ik op papier uitleggen wat mijn verhaal was. Ik had mijn verhaal uitgelegd dat ik niks mee te maken heb, maar ja. Hun geloofde mij niet. Ik hè, ben 14. Ja. Maar nee, ik leg even mijn verhaal uit. Maar dus ik moest die... moest daarna naar die directeur. En hij zei, als je nog 1 keer in aanraking met haar komt, dan word je voor een dag geschorst. En dan mag je alle uren weer komen inhalen. Gezellig. Als je dat zegt, wat maakt dat uit? Wat is het? Wat heb jij voor enge snitch trouwens in de klas? Jezus! Nou, zei tegen haar vader en zo. En haar vader had
mijn mentor gebeld en de mentor had even contact opgenomen met de directeur. Maar je mocht niet die verhaal vertellen. Je moest gelijk gewoon naar de dingen, naar de uur nablijven. Ik moest een uur nablijven en dan een papier opschrijven wat mijn verhaal was. Nee, omdat ik haar heb weer getreiterd of zo. Oké, lekker. Die, hoe heet dat? Die weet toch die schoonmaakt en show? Ja. Die wel eens deur altijd staan. Ja. Hoe zegt ze? Zij zegt ja, klagen en zo, mag wel, maar niet pesten. En maar kijk, ik... Treiter is vlagen. Ik denk... Ze mogen niet zomaar iemand een uur nablijven. Nou, een directeur mag dat blijkbaar wel zo. Maar ja... Wat heb je tegen haar gezegd? Niks. Blije loopje, ja. Ja, maar wat... Zegt zij? Dat ik haar heb gezegd, spring... Nee, even mond houden. Dat ik haar spring voor de trein voor 10 euro. Ja. Dat had ik wel gedaan, hè? En dat ik haar een hoer of een slet heb genoemd. Ja, maar dat valt toch oprecht nog wel mee? Maar kijk, wij... Wat ik zou doen, ik zou zeggen, val van een flat, ga net niet doodschiet met een geweer door je poten. Dan verrot je een week lang. Dan word je gevonden, ben je verlamd. Dan word je hele leven lang gevoerd. En dat is nou, denk ik wel. Nou, het was vooral ook zo waarschijnlijk. Omdat, kijk, wij maakten van zulke grapjes toen. Omdat wij toen met... Onze jongens uit de klas maakten constant van die grapjes omdat we niks te doen hadden. Maar zij dacht misschien dat ik het misschien tegen haar had, maar ik had het tegen een vriend. Maar wij maakten van zulke grapjes, dus wij konden erom lachen. Ik had het totaal niet tegen haar. Maar wat ik wel weet is dat een andere klasgenoot tegen haar had gezegd: Kisha. Voor 10 euro voor de trein. Oh nee, wacht, ik wil de NS wel voor je. Ja? Nee, dat was Jonas. En hij wordt nog ineens naar de directeur toe gehaald of zo. Maar ja, ik ben al eens. Ik ben afgepest. Ik ben al een keer door haar ook al bij de directeur gekomen. Maar dat is wel eerlijk. Ik heb daar wel wat gedaan. Omdat wij waren gewoon met die jongens uit de klas. Waren een beetje gewoon aan het geinen. Het hele jaar. Ja, en toen soms wel stomme dingen tegen haar gezegd. Oké, eerlijk. En dat heb ik gewoon eerlijk toegegeven. Ik moest niet meer doen. Ik hou me daar ook aan. Maar blijkbaar... Volgens haar heb je daar niet aan gehouden en shit. Maar ja, ik heb niks tegen haar gezegd. Dit is net brugklas, joh. Ja, maar Efsel, zij is echt een snitch, hè? Dat klopt. Als iemand het tegen mij zou zeggen, dan zou ik er gewoon om lachen. Nee, maar kijk. Geef mij dat tientje maar, dan kijk. Duw ik er wel. Nee, maar kijk, ik was gewoon heel erg aardig voor heel haar. Heel mooi, Amber. Want het was de eerste schooldag dat de scholen weer open gingen voor de middelbare. Ik was gewoon heel aardig tegen haar, maar blijkbaar heb ik haar uitgescholden en zo. Maar, ik dacht dat ik gewoon aardig was, maar die avond werd gebeld door mijn mentor. Nu zeg ik helemaal niks tegen haar, omdat
Omdat ik denk, als ik wat tegen haar zeg, dat ik dan word geschorst. En daar heb ik geen zin in. Moet toch wat te doen hebben, Amber, in mijn coronatijd. Wacht, hoe ziet zij er ongeveer uit? Zij heeft zwarte mascara onder haar ogen. bruin haar. Ja, gewoon zwart onder haar ogen, mascara. Ze draagt helemaal zwart en zo. Oh. De panty, een korte broekje. Is het depressief? Waarschijnlijk wel, ja. Lekker voor haar. Ja. Ja, ik ben het zelf. Ik heb gewoon filmpjes gevolgd van YouTube en dan dingen besteld van Ali, Amber. Dus dat is heel makkelijk. Ja, graag gedaan, Joshua. Zou Rianne niet live zijn, zou ik leuke grapjes kunnen maken over zwarte dingen. Maar nu kan dat niet. Wat kan niet? Ik zit in feite olie. Racistisch. Maar ja. Jongens, ik ga in ieder geval de stream uitzetten van vandaag. Ik zeg bedankt voor het kijken. En abonneer op de Koning. Later. Ik moet nog even.